Welkom. Mijn naam is Elsa Sneller. Ik ben werkplaatsbegeleider bij het landelijk programma Aan de Slag met de Omgevingswet. Dat betekent dat ik allerlei groepen mensen ondersteun die willen oefenen met de Omgevingswet. Vandaag ga ik met jullie naar de vergunningcheck als onderdeel van het omgevingsloket van het DSO, het Digitaal Stelsel Omgevingswet, kijken. Ik zal daarbij vooral inzoomen op de mogelijkheden die binnen en buiten het loket er zijn als je vastloopt of vragen hebt. Om dat goed te laten zien, hebben we een casus ontwikkeld. Die is volkomen verzonnen. In de casus heb ik een afvalverwerkingsbedrijf in Terneuzen. En op dat afvalverwerkingsbedrijf komt GFT-afval uit de hele provincie. Op het terrein heb ik een vergistingsinstallatie en een composteringsinstallatie. En het gas wat bij dat proces vrijkomt, sla ik op en verwerk ik weer tot hoogwaardig gas wat ik teruglever aan het lokale gasnetwerk. In de casus wil ik mijn bedrijf gaan veranderen en ik wil daarbij een aantal dingen doen. Ik heb een afvalwaterbassin en dat wil ik vergroten. De plek waar ik composteer wil ik graag verplaatsen binnen mijn bedrijfsterrein. En dat betekent dat ik een bovengrondse dieseltank ook moet gaan verplaatsen. En tot slot wil ik een werkplaats inrichten om het materieel dat over mijn terrein rijdt zelf te kunnen onderhouden. We nemen een kijkje in het omgevingsloket in de vergunningcheck. Welke plichten heb ik? Ik ben naar het omgevingsloket toegegaan en ik start daar de vergunningcheck op. Of door hierboven op vergunningcheck te klikken of door hier op de grote tegel naar vergunningcheck te gaan. Het maakt niet uit, allebei leidt het naar hetzelfde toe. Als we de vergunningcheck opstarten, dan is de eerste ingang altijd: waar wil je iets? Ik heb met mijn muis een gebied getekend, of het gebied waar mijn bedrijf zich bevindt. En je ziet dat hij dat keurig op een kaartje weergeeft. In de volgende stap gaan we werkzaamheden toevoegen. Deze werkzaamheden omschrijven wat ik wil doen in gewone mensentaal. Allereerst wilde ik mijn afvalwaterbassin veranderen. Dus ik ga eens even zoeken op afvalwater. Ik zag dat er al een aantal suggesties bij waren. Dat zijn de eerste 10, maar soms zijn er nog wel meer waar je uit kunt kiezen. Maar ik zie hier al vrij snel de eerste. Dat is wat ik nodig heb. Als ik hem aanklik, is daar een groen vinkje naast. Daarmee weet ik dat ik hem geselecteerd heb. En hij komt ook hier in mijn lijstje met werkzaamheden. Belangrijk is dat je alleen de werkzaamheden moet kiezen die je gaat starten, dus je nieuwe werkzaamheden, of de dingen die je wil gaan veranderen. Dus ik hoef niet alle werkzaamheden die op mijn bedrijf worden uitgevoerd toe te voegen, alleen die dingen die ik wil gaan veranderen. Of de dingen die ik nieuw wil doen, zoals dat onderhoudsbedrijfdeel. Je ziet, we hebben nu 4 werkzaamheden. Wat zijn de dingen die ik als ondernemer al weet dat ik zou willen gaan veranderen? Dus ik denk, ik kan naar de volgende stap. Vervolgens moet ik even aangeven binnen welke bedrijfstak ik val. Dat omdat je bij sommige bedrijfstakken een aantal werkzaamheden eigenlijk altijd samen ziet. Ik zie hier al het bedrijf wat ik ben, een afvalverwerker, staat er niet tussen. Dus ik kies voor andere bedrijfstak. Aan het eind van deze stap heb ik mijn lijstje met werkzaamheden compleet. En dus gaan we door naar de volgende stap. De derde stap in de vergunningcheck. En dat is het beantwoorden van de vragen. Je kunt je voortgang goed in de gaten houden. Je ziet hier dat ik 1 vraag van 1 beantwoord heb, dus deze vragengroep over het bedrijf dat afvalwater zuivert is daarmee compleet. Voor een tweede werkzaamheid, het ontvangen van afvalstoffen, hoef ik geen vragen te beantwoorden.
En in de volgende stap wordt aangekondigd, lees ik wat ik moet doen. Op dezelfde manier ga ik door met het beantwoorden van vragen. Weet ik even niet precies wat het antwoord zou moeten zijn, of twijfel ik, dan zijn er informatiepaneeltjes beschikbaar onder het i'tje. Daarbij krijg je meer informatie over wat de keus precies inhoudt of wat precies een definitie is. En hier staat dan wat valt precies onder het onderhouden en repareren. Maar ook, heel fijn, wat valt er niet onder onderhouden of repareren. Met dit soort i'tjes word je dus als gebruiker goed geholpen om de juiste keuze te maken, om het juiste antwoord te geven. In mijn geval gaat het dus zeker wel over onderhouden en repareren. Wat je ziet is als je sommige antwoorden geeft, dat er vragen wegvallen. Zoals wat hier net gebeurde op het moment dat ik LNG koos. Als je bijvoorbeeld propaan kiest, moet je extra vragen beantwoorden. Maar omdat ik LNG ga opslaan, vallen die vragen weg. Op deze manier ondersteunt het loket dat je eigenlijk alleen maar de voor jou relevante vragen voor je neus krijgt. Ik heb nu alle vragen beantwoord. We gaan kijken naar het resultaat van de vergunningcheck. Dit is best een lange lijst. Ik wilde ook best veel doen. En ik zie dat ik verschillende plichten heb. We lopen er een paar door. Voor mijn afvalwaterbassin, daar moet ik informatie over geven, zie ik. Het gaat over het geluid dat die activiteit maakt. En ik moet minstens 4 weken van tevoren informatie geven over wat ik precies ga doen. En daarnaast moet ik me ook houden aan allerlei algemene regels. Ik zie dat ik ook nog een informatieplicht heb. We gaan eens even kijken waar die over gaat. Ook hier gaat het over het geluid dat ik veroorzaak. We zien dat we ook een meldingsplicht hebben. En die gaat over het onderhoud en de reparatie van die voertuigen. Dus de werkplaats die ik op mijn terrein wil. Daar moet ik een melding voor doen. Minimaal 4 weken voordat ik begin. En ook hier zijn weer algemene regels van toepassing. Daarnaast moet ik voor dezelfde activiteit ook nog informatie geven. Tot slot heb ik een vergunningplicht voor het opslaan van gas in een opslagtank. Ik zie dat ik voor een aantal werkzaamheden contact moet opnemen met mijn gemeente of waterschap. Dat komt omdat er voor deze werkzaamheid nog geen vragenformulier in het loket is opgenomen. Sowieso, ik heb een vrij complex initiatief, is het verstandig om even contact te leggen met de gemeente, om samen te bespreken op welke manier mijn initiatief het beste kan worden uitgevoerd, zodat het goed vergunbaar is. Dat noem je een omgevingsoverleg. Al met al is het best een lange lijst met plichten die ik heb. Als ik de vergunningcheck nu zou sluiten, zijn al mijn resultaten weg. En dan zou ik de check opnieuw moeten invullen. Daarom is het verstandig om aan het eind van de vergunningcheck de PDF te downloaden. In de PDF vind je alle informatie terug, eigenlijk de hele vergunningcheck zoals we die net hebben doorgelopen. Maar ik kan er ook voor kiezen om direct naar de aanvraagmodule te gaan. Wat heel handig is, is als je uit de vergunningcheck de aanvraagmodule pakt, dat alle werkzaamheden al zijn omgezet naar juridische activiteiten waarvoor je een plicht hebt. Natuurlijk staan in dit lijstje nog niet de activiteiten waarvan de vergunningcheck aangaf dat ik eerst contact moest hebben met mijn gemeente of mijn waterschap. Stel dat ik dat nou inmiddels gehad zou hebben en ik weet wat ik daar moet doen, dan kan je hiermee activiteiten toevoegen aan het vergunningenformulier, aan het vergunningenaanvraagformulier. Bijvoorbeeld voor het opslaan van de diesel in de bovengrondse tank.
En zo is mijn lijstje compleet. Voor vandaag was de belangrijkste les: gebruik de vergunningcheck om te weten welke plichten je hebt. En gebruik ook de i'tjes die erbij staan om extra informatie te krijgen, zodat je de juiste keuze maakt bij het beantwoorden van de vragen. Daarnaast is er nog allerlei informatie beschikbaar via het informatiepunt Leefomgeving, iplo.nl. Gebruik die vooral ook als je vragen hebt. De volgende keer gaan we weer een ander deel van het omgevingsloket bekijken met elkaar.